CIC, Consolidated Industries Corporations, heeft vandaag de tweede editie van haar Ocean Splash georganiseerd in de Witte Lotus. Tijdens dit event kunnen kinderen van 3 tot 13 jaar genieten van waterspelen, entertainment en verschillende educatieve workshops. Het doel van de Ocean Splash is om gezinnen in de vakantietijd een geweldige dag te bezorgen. Ook kunnen zij op een leuke manier kennis maken met verschillende milieuonderwerpen. Aisha Essebo, marketingmanager van CIC, zegt dat de organisatie verwacht om ruim 3000 mensen op de been te brengen. Zij geeft verder aan dat het een waterattractie is, daarom is het evenement verhuisd naar een locatie met een zwembad. We hebben voor Witte Lotus gekozen omdat het heeft al twee zwembaden, het is een waterevenement natuurlijk. En we zochten naar een locatie met voldoende water. En hier heb je al twee zwembaden, dus dat was al sowieso hartstikke goed. En daar hebben we dan verschillende andere waterattracties aan toegevoegd. En behalve dat van Fernandes, wat zijn de educatieve dingen die Ocean zelf incorporeert voor de kinderen? Ja, wat wij zelf nog doen is dat we zitten echt een stukje op dat recycling. We zeggen ook tegen iedereen hier, als je spullen hebt, als je plastic hebt, zet het in de recyclebakken. Die worden dan na het evenement opgehaald en die worden dan naar een organisatie gebracht die het gaat recyclen. Ja, dus dat doen wij. En daarnaast in de creative room werken we ook weer met gerecyclede producten om wat mooie, maken de kinderen hele mooie kunstwerken. Volgens Xiomara Thomas, Public Relations Officer van Fernandes Botteling, doet Fernandes ook mee aan deze vakantieactiviteiten om de jongeren die momenteel van hun vakantie genieten, bewust te maken van het belang van recyclen. Tijdens de Ocean Splash konden de jongeren in de Fernandes tent ook meedoen aan educatieve spelletjes. Want als we kijken op straat zien we nog heel veel vuil liggen, heel veel flessen. Mensen gooien dat gewoon uit de auto. Dus het is wel belangrijk en dat heeft natuurlijk een heleboel gevolgen. Dus het is natuurlijk belangrijk om eigenlijk die bewustwording bij kinderen en bij de ouders ook teweeg te brengen dat recyclen belangrijk is. Dat je je petflessen netjes verzamelt en ergens brengt en niet gewoon zo op straat dumpt. Nou, eigenlijk staan we hier als de Fernandes Science World. En we hebben dus de Science Games en daarbij ook de Recycle Games. Bij de Science Games natuurlijk gaan ze werken met water, heel veel kleurtjes, verschillende dingen. En bij onze Recycle Games, we hebben er twee, waarbij je eigenlijk die bewustwording moet teweeggebracht worden door wat is wat. Plastic wordt bij plastic, glas bij glas en dat we niet alles in één dumpen. Dus een van de games leert ze al van, hey nee, wacht even, ik moet even nadenken wanneer je spulletjes bij elkaar hebt. Wat ga ik waar zetten? In welke ton ga ik hem doen? En dan hebben we een andere game waarbij het eigenlijk, laten we zien dat het toch wel wat inspanning vergt. Maar als je het eenmaal door hebt, dan is het een makkie. Dus dat zijn de games die we hier hebben en natuurlijk onze science games. Dat is dus Xiomara Thomas, Public Relations Officer van Fernandes Botteling. We spraken haar vanmorgen tijdens de tweede editie van de Ocean Splash. Deze is gehouden in de Witte Lotus aan de Marowijnenstraat.